Oké, hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op de abonneerbutton, like deze video, druk op het belletje. Dan blijf je van alles op de hoogte als wij online zijn. Nou, zoals je ziet zit in de auto. We hebben lekker uitgeslapen, heerlijk ontbeten en koffie gedronken. Hè? Ja. Linda. Dus wij gaan naar onderweg. We gaan nou even naar de supermarkt toe. Ja. Nemen jullie mee. En en dan gaan we het zien vandaag, hoe of wat. Huh? Ja, vanmiddag kan ik nou wel even toelichten. We gaan nou naar de winkel. En vanmiddag hebben we iets minder leuks te doen. En wat is het? Vanmiddag hebben we een crematie van mijn oom. Ik wil er niet over te veel over toewijden, maar hij is helaas vorige week overleden. En dat hebben we vanmiddag ook nog te doen, maar dat wordt natuurlijk niet gefilmd. Nee. We zeggen het even in de auto's erheen gaan, en voor de rest wil ik er niet te veel overheen. Maar kijk gezellig mee met de beelden van de supermarkt, want daar zijn we nou op heen. En volgens mij had Walter een extra rondje van de zak. Ik was even verkeerd gereden. Hij was heel even verkeerd gereden, maar we zitten weer op de goede weg. Dus kijk gezellig mee. Oh, en waar zijn we nou? In? Ja, inderdaad met een karretje en dan gaan we hier, dus hier, als we hier gaan, dan hebben we alles, alle drie de winkels in één. Dat is wel makkelijk, alles op één weg, dat is wel hartstikke mooi. Oh, sorry, stond schijnbaar verkeerd. Dat is daar. Yes. Oké, dokie, dokie. Nou. Dan zijn we binnen. Nou, we gaan even kijken wat we nodig hebben. En dan alles dik in orde. Yes. Oké, dokie. Winkel, afdeling. Wat is het toch druk hier vandaag tijdens dit tijdstip? Ik denk, dan gaan we een keer vroeg. Nou, dat is wel wel rustig, maar ja, goed, het is logisch dat mensen zo vroeg gaan, dus ja, doen we niks aan. Goed zo, jongen. Dan doe ik het helpen. Nou, nou dan gaan we zijn bijna klaar. Op naar de kassa. Zo, we hebben nog echt alles. Dan gaan we op naar de kassa. Zo, we hebben de boodschappen ingepakt. Dus nou inlaaien in de auto en dan gaan we dat ook doen. Het is ontzettend druk hier. Ja goed. Ja, het is bij sit-up, hè, dan is het altijd wel wat drukker. Dus, Linda komt eraan. En dan gaan we dat doen. Dus kijk maar. Hey, yo. Dag Linda. Ja. Zo. Inlaaien. Hier heb je zo'n leuk winkeltje. Zo'n eurowinkeltje. Net zo'n net zoals de Action. Ook midden op de straat, hè. Auto's kunnen niet langs, hè. Oh. Kijk hier. Kan je zien hoe druk het hier is? Yes, nou, kijk maar. Ja, dat is hier altijd. Ik denk als je morgen gaat, dan blijf je echt kapot hier. Maar ja, goed, maakt niks uit. Nou. Yes, dat hebben we ook alweer gedaan. Zo, nu zitten we in de auto. Nou, op naar de volgende winkel. Yes. Liken, liken, abonneer, abonneer. Yay! Waar zijn we nou? En dan pak ik even een kaartje. Nou, dan klaar. Zo. Nou, één tas. En dan gaan we hier even wat halen. Yes. Komt goed. Hier hebben we ook niet heel veel nodig. Dus, maar komt goed. Dan is in die bak gaan snuffelen. Komt goed.
zeggen. Zo. We hebben net nog iemand tegen, hebben we even geklaard. Frietensaus? Ja, we hebben alles. En dan gaan we richting kassa. Frietensaus. Zo. We hebben de tas gevuld. We gaan naar de tank terugzetten. Kijk maar. En dan zeg ik weer bedankt dat we de boodschap hebben mogen kopen. Dankjewel, Aldi. Ja. Nou. Ja, de deur is op slot. Nou, inlaaien en wegwezen. Zo, wij zitten lekker in de auto. Even uitkijken voor de mensen, hè? Anders rijden we die om en dat willen we niet. Hè? Nou, we zijn hier geweest. Dus op naar de laatste supermarkt. En we zijn nog binnen de tijd. Wat willen we nog meer? Zo. Zo bij de supermarkt. En zo zijn we bij de Albert Heijn. Ja. Was maar een klein stukje. Was maar 5 minuten rijden hierheen. Ja, dat is wel handig, hè. Ja goed, soms maken we er gebruik van. Alle winkels in één. En nu ja, dit. Fantastisch. Nou, inderdaad zijn we naar binnen. En ik loop ook weer naar binnen. Daar zijn ze. Ik ga even kijken. Komt goed. We zijn bijna klaar. Dan is goed aan het helpen. Yes. We hebben alles. Op naar de kassa. Komt goed. Yes. En zo lopen we naar buiten. Dus we gaan de winkel verlaten. We hebben alles. Dus we moeten alleen even op de tijd letten. Tot we vanmiddag ook nog even weggaan. En ja goed, dan is, komt alles wat we tegenhoor. Dus... yes, op naar de auto. Yeah, yeah. Zo, het is ook al verzameld. Ja, rijd maar, want we zijn aan de late kant. Ja, rustig aan. We hebben tijd genoeg. Net zeg je nog dat we tot ik... Ja, oh, laat zeggen. Net zeg je van... ik snap nou, wij gaan richting huis. Tot zo thuis. Peace. En we zijn weer thuis. Nou, we gaan dat even gauw even uitstallen. En dan laat ik het zo even zien. En dan kan ik daar gewoon even een boterhammetje eten ofzo. Dus yes, dat gaan we doen. Zo, we hebben de hele zooi uitgestald. En dan begin ik hier. Popcorn, broodjes, 2 zakken chips, frietensaus, curry, kroephoek, lekkere maaltijd, bami nasi vlees, water, kaas. 2 keer kaas. Wielen staat niet, hè? Old Amsterdammer. Die zijn in Nederland echt goedkoper, want deze kost bij de Aldi 2 euro. En volgens mij hier, dan moet ik goed denken, volgens mij is het van 3 of 4 euro. Ja, dan hebben we hier koffie, melk, nasi speciaal, kip, nog een keer vlees, lekker reep chocola, snoepjes, napoleons, afbakbroodjes, babydoekjes, doekjes, lekker biertje van het weekend, jus d'orange, shampoo, lam, dat, lekker broodjes, kermetjes, lekker blokje kaas, rode kool, sponsjes, badschuim, 2 keer cola, gekookte eieren, roggebrood, voor de wasmachine, alles reinigen, afmakbroodjes, 2 keer crème, snoeptomaatjes, 2 keer 7-up, 2 keer Crystal Clear, zalm, erg duur vind ik, maar goed. Dan hebben we hier 2 keer geraspte kaas, koepoek, en nog een keer snoepjes, Linda pakt de helft, pak ze weg, bierwortel, nasi bami groente, dit, heel veel appelsap, en zo pak ik ijsthee. Ik had dat vlees nog niet laten zien. Ah ja, goed, laat ik het zo meteen wel even zien. Saté, pindakaas, smeerleverworst, lekkere snoepjes, klein blikje cola, theeworst, 2 M&M'tjes, Nutella, toetje, glansmiddel. Ja, en dan hebben we hier, oh ja, dat hadden we al laten zien. Dan hebben we hier nog ijsthee, wc-papier, en dit wordt daar hebben, en pennen.
En dan laat ik heel even nog... Oh ja, en hier. Oh ja, dat had ik al laten zien. Laat ik nog even de vleeswaren. Hier. Nog broodjes. Dan had ze nog kleine salami. Ja goed, het moet even in de koeling, hè. Kip had ze nog gekocht en gewone salami. Dus ja goed, dat is dat. De boodschappen. Dan gaan we even een plaatje geven en dan even een bammetje eten. En dan komt alles ding in orde. Yes! Dan hebben jullie in ieder geval voor de hele week weer boodschappen gezien. Toedeloe! Peace! Duimpje omhoog! Zo, ik heb me lekker omgekleed. We hebben de boel hebben opgeruimd. Dan gaan we naar de auto en dan gaan we er vandoor. Zo, en dan zitten we in de auto lekker. Nou, we gaan Daan even wegbrengen. En dan, ja goed, gaan we er ook even door. Dus we even wennen met een lange broek aan te gaan doen. Dus met deze temperatuur. Maar ja goed, we hebben het er voor over. Het regent een beetje. Niet erg. Niet op. Dan regent het ook maar. Nou, tot zo waar het Daan kan brengen. Zo, we staan bij het vriendje van Daan voor de deur. Dat is het voetbalvriendje. En ja goed, dan kan hij daar even spelen. Want eerlijk gezegd is dat niks voor Daan daar. Want dan verveelt hij zich rot. En dan kunnen we beter deze oplossing hebben. Waar vrienden wel komen. Of zeggen van kom maar hier even brengen. Dan is dat ook allemaal geen probleem. Dus yes, ik ga naar binnen. Zo, we hebben Daan afgezet. Dus dat komt wel allemaal goed. Dus ze gingen gelijk gingen ze zwemmen, hè Linda? Ja. Gelijk in het zwembad, ja gelijk hebben ze, dus ja goed, wij gaan die kant op en dan, ja, dan zie je ons daar. Yep. Zo, we zijn op de plaats van bestemming zijn we aangekomen. En ja goed, wij gaan naar binnen toe, gaan we de dienst meemaken en dan horen jullie straks wel hoe of wat. Want er is ook koffietafel, dus we blijven nog wel heel eventjes. En er is al wel wat familie is al hier, dus ja. Ik ga er aansluiten en dan spreken we ons later in de auto en dan horen jullie het wel. Toedeloe. En zo zitten we in de auto, dus het was een hele mooie dienst moet ik zeggen, hè Linda? Ja. Heel erg mooi. Ja. En ja goed, we zijn even naar de koffietafel zijn we geweest. Ja goed, koffietafel tegenwoordig is heel modern, dus er zijn allerlei keuzes. Dus. Ja, dus nu gaan we richting Daan halen. En dan komt alles wel weer dik in orde. Ja. Dus in ieder geval was top. Ja, oké. Jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Zo, wij staan bij het vriendje achterom. Ja, klinkt misschien gek. Maar we lopen even naar voren en dan gaan we Daan halen. Dus yes, dat komt goed. En dan gaan we ook. Jullie weten het wel. En we zijn weer compleet. Nou, we hebben Daan opgehaald. We hebben nog net even hiervoor met een meneer staan praten. Die was toch wel behoorlijk op leeftijd. In de 85 was die 85. En die was al sinds 55 met pensioen. Maar goed, aardige man. Ja, aardige en dan wil je even een praatje maken. Ja, hij heeft een praatje gemaakt. Ja, ja goed, die is alleen. En dat zeg allemaal. Maar die heeft allemaal van die tomatenplanten in de tuin staan. Dus dat is ook wel mooi, hè? En zo ja, maak je weer contact met elkaar. Dat is een mooi initiatief. Dus we even staan gezellig kletsen. Ja. Dus wij gaan nog richting huis toe. En dan zien we ons thuis. En we zijn weer thuis. Ik heb me even lekker omgekleed. Want ik was aan het zweten. En ja goed. Hebben we dat even lekker aan het inhoud pakken. Dan laat ik zo zien wat wij gaan eten. Dus ja, die hebben we nodig en die hebben we nodig en dat hebben we nodig. Dus ja, dat is dat. Die moet ook hebben. En dan is het voor zover klaar. Dus ja goed, hebben we daar nog ook nog even staan kletsen bij het voetbalvriendje vandaan. Dus ja goed. En wat gaan we eten? Tada! We hebben rijst. Ik ga vandaag nasi maken. Kijken of dat lukt. Ik denk het wel, maar ja goed. Oh, excuus. Dus Daan heeft het heel erg leuk gehad.
En dan komt alles dik in orde. Dus ja, ik ga even een pandje pakken. Van de rijst. Klein pannetje. Ik heb het meer als genoeg aan. Zetten we dat even aan. Daan is boven aan FIFA aan het spelen. Pak de kom. Kom, kom, kommetje, kom, kom, kommetje, kom, 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 kommetje. En nog een pannetje. Ja, deze. Ah, en dan was ik nog wat vergeten te pakken. Had ik die toch nodig? Ja. En de kip vergeten. Dus, ja goed. We hebben het er weer op zitten. We gaan lekker kokkerellen. En dan neem ik jullie gezellig daarin mee. Dus. Nou, even kijken. Dat is dat. Die even openmaken. Even openmaken. Even kijken, dat is een kilo. Ongeveer de helft ga ik pakken. En dan de kant en klaren. Dan maak ik ook alvast open. Zo, dan hebben we dat. En dan moeten we nog even wat pakken. Voor de kip. En lekkere vleeskruiden. Dat doen we dan dadelijk. Dat is dat. En dat was ook wel leuk om de familie weer te zien. Ja, niet in deze omstandigheden, maar ja goed, er werd ook na de handen op de koffietafel werd er echt wel wat gelachen en zo. Dat is wel, ja, dat is wel het mooiste van dat hele verhaal, zou ik maar zeggen. Ja. Is natuurlijk blijven plakken. Lekker pittig maken. Heerlijk. Ik hou er wel van. Hierop. Gisteren had ik die macaroni uitgemaakt. Magnifiek. Nou, dan hebben we de kip. Lekker gekruid. En het vlees lekker gekruid. Oh, heerlijk. Dan hebben we die dadelijk nodig. En hier schijnt dat alles hier in ik moet wel nog een peker. Nou, ik ga even verder. En dan komt alles dik in orde. Yes! Zo, ik zal even wat laten zien. Kijk, de kip is nog lekker bezig. Het vlees is klaar en daar komt de rijst in. Nou, wat doen we nou? Gewoon een paar minaki komt erin, even verspreiden. En dat gaat toch wel slinken. En dan een kwestie van roeren. Blijft toch altijd heerlijk. Huh? De kip is ook lekker zijn gang gegaan. Nou, perfect. Nou, ik ga er even mee verder aan de slag. Yep. Terwijl dit heerlijk lekker zijn gang is aan het gaan is. Ja, dat is losse rijst.
maar dat kan er wel wat bij. En dan doen we dat ook erbij. Dus ja, de kip is ook bijna klaar. Kan ik dan saté. Dat is heerlijk aan het slinken. De groenten. Ja, en dan gaan we even de saté erin doen, want dat kan nog wel. Hoef ik niet af te gieten vandaag, dan komt dat allemaal dik in orde. Nou, even onder water zetten. Dat is voor de volgende keer. Zo, en dan kan de saté heerlijk warm worden. En met strakjes lekkere kroephoek erbij. Lekker saté. Nou, dit moet ook nog heel eventjes. En de rijst moet ik even een lepeltje pakken. Want normaal ja, hebben we een ander soort rijst. Maar ja, goed, dat maakt niks uit. Lijkt net melk. Ik ben melk aan koken bij de nasi. Zo. En dan kan dat weer in gang gaan. Dus. En dan gaan we de rest even bij de dingen doen. Ik heb even mijn handjes nog. Ja mensen, ja mensen. Kijk eens, alle kruiden wat er doorheen moeten, die zitten in één zakje. Dat is toch mooi, hè? Ik doe dit even een klein beetje roeren. En dan moet er nog wat erbij. En dan wat water. Nou, en dan kunnen we dit even afmaken. En dan, als het kookt, 8 minuutjes moet de nasi nog. En dan komt alles weer dingen hoor. Dus, we gaan nog even wachten. Zo, het eten is klaar. Ik hoef niks af te gieten. Dat scheelt weer. Alleen even pannenlapjes voor de rijst. Ja, geen voordeel. Het plakt niet zo heel erg als de macaroni. Ja goed, maar niks uit. En normaal zijn we die zakjes zijn we dan gewend. Dus ja, deze rijst niet, hè? Vind je het, Linda? Jawel. Ja. Dankjewel voor het compliment. Jullie ook, hè? Heerlijk, 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 heerlijk. Ja. Waar is die pizza's mee, joh? Nou, we gaan nu even halen en dan kom ik daarna bij jullie terug. Want dan is het eten bijna klaar. Zo, het eten is klaar, dus we gaan het op tafel zetten. Huh? Let op. Hoe gaan we dan? Voren zitten? Nee. We gaan lekker hier buiten eten. Dus we gaan heerlijk lekker smikkelen van de nasi met kipsaté. En de kroephoek. Oh, wat is er heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zo, we zijn klaar met eten. We gaan de boel gaan we weer opruimen. Linda is al bezig, dus ik ga haar even helpen. En dan kunnen we André ook even schoonmaken. Dus, aan de slag. Zo, we hebben de boel hebben we allemaal opgeruimd. Ik heb dat weer ook weer helemaal mooi schoongemaakt. Achterom, ja, moet dat beetje nog opgeruimd worden. En dan zit het er weer op voor vandaag. Dus, bij deze ga ik de vlog ga ik afsluiten. Dan is boven op zijn kamer lekker televisie aan kijken. Of aan gamen, of weet ik veel. En dan ga ik, bij deze ga ik de vlog ga ik afsluiten.
Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen jullie toe. In ieder geval, bye bye, zwaai zwaai. Tot morgen. Doei.